Nou, ik zit hier in Egmond met Nicky. En voor de mensen die jou nog niet kennen, zou je het kort iets meer over jezelf willen vertellen? Ja, ik ben Nick Kopperdraaier. Ik ben 39 jaar oud. Um, woonachtig in Egmond aan zee. Um, ja, dorp, wat eigenlijk gebouwd is op toeristen. Daar zometeen meer over. Uh, en met mijn vakantie of uh, ons vastgoedavontuur. Ik ben getrouwd. Ik heb twee kleine kindertjes van 10 maanden en uh, net uh, twee jaar. Uh, en ben de eigenaar van de BB Vruurkursus. Ja, ja. En we hebben zelf hebben we zes woningen en 19 rent-to-rent -rent in beheer. En we zitten hier in ons uh, beheerkantoor. Ja. ja, heb je hier altijd gewoond in Egmond? Ja, ja ik woon hier sinds 1983. Ja. En, uh, toen zijn mijn ouders hier naartoe uh, verhuisd. En toen zijn ze eigenlijk ook al meteen begonnen met het verhuren van vakantiewoningen. En ja. dacht jij toen al op die leeftijd, ja, dat ga ik later ja, ook doen? Ja, ik, ik had meteen toen ik zes maanden oud was, van nu ga ik knallen. <laughs> Dit is mijn droom. <laughs> Dit is mijn droom. Nee, maar het heeft ons wel, uh, ik, ik, wij konden wel heel vaak op vakantie. En dat was wel natuurlijk doordat wij gewoon extraatjes hadden uit de, uit de vakantieverhuur. Dus ik heb er wel altijd een beetje van over nagedacht, weet je wel. Dus we gingen gewoon meer op vakantie als anderen, zeg maar. Ja, ja dus het was wel een concept wat in je hoofd zat van hé, hey, er komt extra geld binnen. Dit is gaaf. Ik kan hier fantastische ja. dingen mee doen. En ja. misschien wil ik later ook een manier verzinnen om dat te doen. Maar dat is niet wat je als eerste bent gaan doen. Nee. nee Vertel. Zeker niet. Nee, ik ben. Uh, wat heb ik gedaan? Ik heb gewoon uh, de MAVO gedaan. Ik zou eigenlijk HAVO gaan doen, maar ik wist het niet zo goed. Ik was ook. Geen goede student. Mijn broer heeft het CEO's bijvoorbeeld gedaan, en, uh, die heeft zoiets in de sport gaan doen. Mijn vader was leraar op de ALO-academie lichamelijke opvoeding in uh, Amsterdam, sport en spel. En ik, ik wilde dat eigenlijk ook altijd gaan doen, maar ja, op die leeftijd liep ik een beetje te rad draaien. Dus uh, ja, toen heb ik van alles en nog wat gedaan naar de MAVO. Ik ben kok geweest, ik heb in de bouw gewerkt. Dat was het allemaal niet. En uh, toen op een gegeven moment was ik 17. En toen zei mijn moeder, die kwam met de televisier uh, aan, weet je wel, de, de tv-gids. En ze zegt, uh, jij gaat naar de mariniers? Had ze een programma gekeken daarover? Nee, er stond een reclame um... in van zo'n werving selectie. Uh, ja. uh, was dat in de televisier. Dus uh, ja, ik, prima, ik zeg, uh, ik wist het toch niet. En, uh, dus toen ben ik gaan keuren op uh, Kattenburg in Amsterdam. En ja, dat was eigenlijk top. We gingen met 50 man reen, maar ik was altijd wel erg uh, fysiek. Ik was gewoon fit. Uh, psychisch was het ook allemaal wel in orde, dus ik heb daar mijn keuringen gedaan en uh, ja, van de vijftig man mochten er drie of vier door en dan zat ik bij. Dus toen uh, ja in één keer ging ik, uh, ging ik me aanmelden in Rotterdam op de Vergentkazerne en uh, toen ben ik de marineesopleiding ingegaan zes maanden lang. Wat gaaf. En als je even terugkijkt op die tijd waarin je nog een beetje zoekende was, verschillende ja. dingen deed en dat was het allemaal net niet. Hoe kijk je terug op die tijd? Ja, ik vind dat heel lastig, want je, uh, als ik ook voor mezelf, hoe, ik ben hier helemaal zelf niet eens opgekomen. Ik vind het ook best wel moeilijk voor de mensen die nu bijvoorbeeld uh, in die leeftijd zitten. Want ja, in één keer moet je het allemaal maar gaan beslissen, weet je wel. En ja. is dat het dan? Ja, dus en dan hebben we ook nog de overtuiging dat we het af moeten maken. Dus als we erachter komen, dit ja. is het niet helemaal, dan ja. heerst er een stigma van, oh, als je dan stopt met je studie, dan heb je gefaald en dan moet het de volgende keer wel echt goed zijn. Ja, 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 dat is natuurlijk echt de onderwijsstijl, ik noem het de oude stijl. Maar uh, ik ben het er ook niet helemaal mee eens. Denk als, ja, als ik zie wat ik daar geleerd heb... Ja, daar doe ik helemaal niks mee op dit moment. Dus, nee. uh, en ook bijvoorbeeld... Dat is ook de reden waarom ik niet naar het CIO's uh, op Mijn ouders zeiden van... Nee, hey, dat gaan we niet doen. We vinden je niet serieus genoeg. Het is toch een dure opleiding, weet je wel. Ga je het dan wel afmaken? Dus... Uh, ja, en kan je ook van een kind verwachten dat ze zo serieus zijn? Sommige kinderen zijn dat wel. Ik ja. was dat zelf wel, maar mijn zusje bijvoorbeeld helemaal niet. Die wilde lekker spelen en doen. Ja, ga je die kinderen dan forceren om in de schoolbanken ja. te zitten... en daarna een uh, serieuze studie te doen? Ja, ja, nou ja, zo was ik dus ook. Ik liep altijd een beetje te... Ja, gewoon te geijden, weet je wel. Ik, 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 ik nam het allemaal niet zo heel erg serieus. En in de mariniersopleiding wel natuurlijk. Maar ik was nog steeds op de rotmomenten... was ik wel degene die nog wel steeds de sfeer uh, aan het... Uh, aan het maken was en dat heb ik eigenlijk altijd wel gedaan denk ik ja ja en hoe verliep die opleiding toen voor jou ja die opleiding ja ik vond het op zich wel heel fijn het is um, ja, destijds was het nog wel zeg maar zoals je zo ziet was in 2000 was dit 2001 um, ja er wordt gewoon geschreven tegen je ja. uh, je krijgt onhaalbare tijden gaan ze jou geven puur om, om jou te testen weet je van hoe ver kunnen we gaan met jou en kun je werken onder druk kan je werken met een groep Um, maar ik, ik heb het al wel als, als een hele leuke tijd ervaren. Het was fysiek ook wel heel erg zwaar, want ze, je moet natuurlijk allemaal eisen doen. Maar het is niet zo dat je, hè, als je een 10 kilometer of een bruggenloopje in Rotterdam hebt van uh, 16 kilometer. Ja, dan gaan ze s morgens gaan ze ook echt nog wel fysiek met jou aan de bak. Dus je hebt gewoon heel weinig hersteltijd. En ze gaan ook gewoon kijken, ben jij belastbaar of niet? Weet je wel? Dat is gewoon echt bij, uh, wat er bij Defensie heel erg gebeurt. Maar voor de rest ben ik er fluitend doorheen gekomen. Ja, heb ik dat echt wel uh, heel goed gedaan. En ook de cursus om uit de blessures te blijven. Ja, ja ik denk dat dat het belangrijkste ja. is. En dat je er niet vanuit gaat dat je alles gaat halen en dat alles gaat ja. lukken. Maar dat je in ieder geval doorgaat zolang je kan. Ja, ja. Hoe ging jij dan om met die zogenaamde tegenslagen? Dat ze je tijden gaven die je niet kon halen. Of dat ze je extra onder druk zetten. Ja, in het begin is dat moeilijk. Want ik snapte, ik was vrij jong dat kreeg ik Ik was echt net uh, 18. Um, maar ik snapte dat spelletje nog niet, weet je wel. Ik ben later ben ik natuurlijk zelf instructeur geworden. Uh, het is fantastisch, want je bent gewoon echt mindfucks aan het doen met, met iedereen. En je gaat gewoon kijken, ga ze het halen. Maar op een gegeven moment hadden we ook zoiets van, we moesten het allemaal als groep doen. Weet je wel. Dat, dat, dat trainen ze echt voor, zeker bij de jonge jongens. Um, ja, je, gaat, je geeft gewoon het uiterste. En dat is het. En als het niet meer kan, ja sorry, maar je weet in ieder geval voor jezelf, ik heb er op dit moment alles aan gedaan. En, uh, ja, en je probeert de groep bij elkaar te houden, denk ik dat is ook het belangrijkste, want je ziet ook vaak als sommige jongens zijn gewoon wat minder snel als anderen. Dat, dat zal je altijd houden. Of sommige jongens die zijn wat minder geordend, dat heb je ook heel erg. En dan kun je heel erg gaan fitten op elkaar. Ja, zo zijn mensen nou eenmaal. En zo kom je niet als groep het verst. Nee, nee, de nee sinds, zeker niet. Die minder niet. fit zijn uitschelden ja. schelden. Of... Maar dat heb ik later ook gemerkt in, uh, in de teams, hoor. Dat dat, kijk, iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. Zo moet je dat eigenlijk gaan zien. En je hebt elkaar toch allemaal nodig. En, uh, als je kijkt naar een team. He, together, together everybody achieves more. Is geloof ik dat is de afkorting. En dat is ook echt zo. Want de een is daar goed in, de ander is daar goed in. Op die manier moet je elkaar denk ik allemaal waarderen, respecteren en, uh, ja, en gewoon met elkaar verder gaan. Ja. Ja, en je zei, ik kan in ieder geval aan het einde van de rit zeggen: Ik heb alles gegeven. Ja. Wat is dan voor jou alles geven? Want sommige mensen zullen zeggen: Alles geven is als ik in ieder geval zelf het hardste ga, heb ik er alles aan gedaan om de groep te laten slagen. Maar dat is het denk ik niet. Nee, nee, nee. Maar dat is wel ook. Kijk, fysiek was ik altijd wel echt wel fit hoor. En um, ja, dus wat is voor mij was gewoon alles geven. Dat ik gewoon echt gewoon tegen. Als ik zelf individueel iets moest doen, dan ging ik gewoon door tot ik omviel, letterlijk. Ben ook echt wel eens gewoon dat je gewoon met, met die warmte zoals we hier nu zitten. Ja, was het ook zo warm. Op een gegeven moment ging gewoon het lampje uit. Ja, dan heb, weet je, oké, okay, meer, meer zat er in ieder geval nu niet in. Ja. Maar alles geeft met de groep is bijvoorbeeld is dat je achteraan gaat lopen en dat je mensen naar voren gaat duwen. Of dat je uh, de zware rugzak neemt. Je neemt de radio over, die was altijd te zwaar. Of je neemt uh, de mag, dat is de uh, machinegeweer neem je. En normaal kost jouw uh, M16 of RC7, een soort M16 is dat. Die weegt 4, 5 kilo geloof ik. Ja, en die mag weegt 12 kilo. Dus dan, en dan wissel je dat door en dan zorg je gewoon dat dat allemaal uh, bij elkaar blijft. En ja, dat versta je denk ik wel onder alles geven. Dat je gewoon met z'n allen probeert alles bij elkaar te gaan houden. Ja. Ja, en en dus mensen positief blijven stimuleren van kom op, nog een klein stukje. En telkens maar... Ook al is het een mars van 20 kilometer, zeker in... Want ja, op dat moment is dat jouw zwaarste ervaringen... in de mariniersopleiding als je 17, 18 bent. Maar ja, daarna ben ik nog bij de Special Forces gaan... en denk van, ja, eigenlijk sloeg die, helemaal die niks, om, sloeg die hele opleiding helemaal nergens op. Weet je wel wat we hier echt godzaam aan het doen zijn. Maar ja, dat is natuurlijk uh, uh, het rugzakje met ervaring... die jij nog niet hebt gevuld in die periode. Ja. Ja. En hoe ging je toen vanuit die mariniers naar de Special Forces? Nou, er zit nog wel een hele lange tijd tussen, hoor. Um, Zeker bij de, bij de Mariniers. Kijk, bij de landmacht kan, jij, um, kan je direct instromen als spijkerbroek. Naar de commando's bijvoorbeeld. Het is niet een hele makkelijke weg. En het is ook niet voor iedereen weggelegd. Volgens mij heb Gijs tuin dat wel gaan. Dat weet ik ook niet zeker. Um, maar bij de Mariniers moet jij eerst zeg maar, uh, het liefst een missie gedraaid hebben. Je moet een berg- en een wintertraining gedraaid hebben. Dus dan weten ze in ieder geval oké, okay, je hebt al wat meer uh, kennis en ervaring opgedaan. Uh, en daarna ga je nog weer een, een, een aptitude in een selectieperiode van uh, een kleine uh, uh, drie, vier weken is dat, geloof ik. En dan gaan ze gewoon kijken of jij geschikt bent. En als je geschikt bent, ga je de opleiding in van een jaar. Maar meestal zijn het wel jongens die al vier, vijf, zes jaar rondlopen. Ja, ik liep bijvoorbeeld al tien jaar rond. Ja, ik dacht telkens: ik, ik ben hier niet goed genoeg voor. Dat dacht ik ook echt van mezelf. Ja, en waarom ging je dan toch voor die weg? Ja, ik, ik wilde gewoon wat meer. En ik zag, uh, als je op zo'n kazerne zit in, in Doren, dan, um, ja, dan zie je al die Special Forces jongens hier lopen, weet je wel. En wij, wij, ja, wij, waar ik zat gewoon bij de infanterie. Uh, maar hun zijn ook vaak de instructeurs, weet je, als je op een berg of een wintertraining ging. En ik keek echt wel tegen die jongens op. En op een gegeven moment had ik zoiets van, ja, ik wil ook wel wat meer. Ik wil ook wel de leuke oefeningen doen in de bergen. Ik wil ook. Parachute springen. Ik wil ook uh, bij de bijzondere bijstandseenheid komen en leuke missies draaien. We liepen altijd in mooie kleren, weet je, in de mooie auto's. Dus ja, op een gegeven moment denk ik van ja, ik ga het gewoon proberen. En um, toen heb ik in 2007 een eerste poging gedaan. Toen heb ik mezelf uh, overtraind. Heb ik echt mijn uh, meniscus helemaal, uh, ja, die heb ik eigenlijk helemaal in soep gelopen. Dus dat, uh, dat werd hem toen niet. Uh, was voor mij was dat eigenlijk geluk bij een ongeluk. Want daardoor mocht ik wel weer later mee uh, op missie naar Afghanistan... Waar ik ook enorm veel geleerd heb. En toen ben ik eigenlijk in 2010 ben ik weer gegaan voor die selectieprocedure. En uh, toen ging het allemaal heel soepel. Ja. Wat fijn. Hoe ben je toen hersteld van die overtraining? En ik zeg vaak, mensen zijn niet overtraind, ja. maar underrested. Dus ja. je hebt te weinig rust genomen. Ja. Uh, waar zat dat dan voor jou in? Ja, nou precies dat. Kijk, wat je, wat je heel veel ziet, en dat is denk ik ook wel de tip die ik je mee wil geven als je ooit of marinier wilt worden of je wilt uh, uh, naar de special forces. Of topsporter of door top ook in het ondernemen ja. moet je ook zorgen dat je genoeg rust houdt. Ja, ja, dat is heel belangrijk. Ik dacht, oh, ik moet super fit zijn. Dus ik zat hier in mijn kunnen, maar dan moest ik de opleiding nog in. Dus ik, was al, ik, was, ik kon niet meer hoger komen, zeg maar. Weet je wel? Ik, ik heb bijvoorbeeld de 10 kilometer liep ik in een 36-15. Uh, dat is een vrij snelle tijd. Maar ik had dat gewoon op uh, de ijs was 42 minuten. Ik had die gewoon op 40 rond moeten lopen. En dan had ik nog kunnen groeien, zeg maar, in de selectieprocedure. En ik had mezelf zo hard overtraind. Want ik wist dat niet, was de allereerste keer dat ik het ging doen. Ja, dat mijn lichaam die zei eigenlijk na één week van uh, je komt er wel uit, weet je wel, dat gaat hem niet worden. En je hebt ook geen, uh, die belasting is zo hoog. Dus je kan ook niet meer bijtrekken dan. Dus toen was het eigenlijk wel uh, vrij snel RTU: uh, return to unit, <laughs> zoals die Engels dat mooi zeggen. Ja, en dan, dan zit je daar weer, weet je wel. En ja, bij Defensie was het ook, ik vond het toen best wel slecht geregeld. Ik heb heel lang visio, uh, visio, visio, visio. Ik zeg, ik wil een Emery, ik wil een Emery, ik wil een Emery. Uiteindelijk heb ik die uh, zelf in Alkmaar heb ik dat gedaan, niet eens bij Defensie. En toen zagen ze ook van, ja, jouw ministers zijn kapot. Ja. Ja. Dus toen ben ik daar geopereerd en daarna was ik eigenlijk vrij snel weer, uh, weer erbij. Het ja. fijn dat je herstel wel snel ging. Ja. Ik zie soms ook dat het bij mensen een half jaar tot een jaar duurt. Ja. Zeker ja. bij ook, topsporters, maar ook bij mensen van Defensie. Uh, ja. Als je lichaam gefrituurd is, zoals we dat dan noemen. Maar toen ging je naar de Special Forces, werd je toegelaten. Ja. Um, en toen? Um. Nou, ik, ben, ik heb eigenlijk het lange traject heb ik gedaan. Want jij, binnen de Mariniers heb jij uh, een opleiding, dat is uh, de keer Mountain Leader kan je worden. Mm -hmm. En dan word je lange afstandsverkenner in de bergen. Um, en je wordt uh, ja, instructeur op bergtraining en wintertraining. Ga je bijvoorbeeld in Noorwegen en Schotland, dan mag jij uh, groepen tot 100 man begeleiden. Dus het is een beetje een gecombineerde opleiding. <coughs> en binnen de uh, Mariniers heb je de Marsof. Maritime Special Operation Force. En daar vallen eigenlijk uh, drie takken onder. Dat is de bijzondere bijstandseenheid of de UIM. Ik weet niet of je, of je dat kent. Maar nou, in ieder geval, ja. als er treinkaping, dat soort zaken zijn, komen die jongens in, uh, in actie. Dan heb je de Kickforce-mannen. En dan heb je uh, de Mountain Leaders eigenlijk. En die hebben allemaal uh, een eigen ja, clubje, soort Peloton Plus, zeg maar. En ik wilde graag naar die uh, club van de, van de Mountain Leaders toe. Ja, wat moet je daarvoor worden? Ja, dan moet je Mountain Leader worden. En daarna moet je nog de opleiding doen. Dus ik ben toen eerst uh, mountain leader geworden. Um, heb ik die opleiding. Heb ik eerst de selectie gedaan in Nederland om mountain leader te worden? Nou, dat was zeven weken. En dat is echt alleen maar gaan, zeg maar. We begonnen met 25 man en na drie dagen hadden we nog vijf man over. Fitte marinier, weet je wel. En ik, toen had ik ook eens iets van: ja, ga ik dit wel halen? Maar vaak onderschat je jezelf heel erg van, van je eigen kennen en kunnen. Want ik bleef gewoon heel erg bij mezelf, denk ik. Um, en ik deed gewoon mijn ding. Ik speelde ja, niet echt een soort semi-grijze muis. Weet je, je wil je ook niet opvallen, want nee. die inspecteurs die gaan bovenop je zitten. En als je eenmaal eruit springt, dan ja, pakken wein. ze je altijd. En ja, dan ben je elke okay, keer, ja. dat is helemaal kut. Ja, dat moet je niet hebben. Dus uh, ja, en na drie dagen hadden we nog vijf man over. En dan uh, ja, heb je allemaal week, heb je dan zeg maar. En op vrijdagmiddag heb je de Friday, Friday Beasting. Die is van 12 tot uh, half 5. En Dan ga je 4,5 uur achter elkaar uh, met balken, watertonnen. Uh, Eerst door Rotterdam en later hebben we nog een keer in, uh, in België doen. En uh, zo heb je eigenlijk elke week doe je een andere locatie. Uh, maar je leert ook bijvoorbeeld lesgeven in het Engels. In die opleiding. Want die opleiding is later in Engeland, bij de Engelse uh, mariniers. Dus je moet lesgeven in het Engels, je moet uh, klimmen, uh, rotsklimmen, voorklimmen ga je doen. Ook al die calls en zo, alles is in het Engels. En dan gaan ze gewoon echt kijken van, hey, heb jij alle vinkjes? Ben jij uh, geschikt om die kant op te gaan? En dan na die zeven weken dan beoordeelt zeg maar, de staf of jij dan uh, die kant uh, op mocht. En dat was in 2000, even goed zeggen, 2009 was dit. En uh, ja, ik was fit genoeg, dus toen mocht ik naar Engeland toe. Nou, dan mag je daar de, de opleiding gaan doen. En dan gaan ze in Engeland, uh, hebben ze die selectie eigenlijk pas de eerste, eerste week van de opleiding is voor de Engelse de selectie. Dus wij, wij wisten al wat er ging komen, want dat hadden we in Nederland zeg maar al gehad. Ja, en dan gaan ze daar even aan die boom schudden. Dus nee, wij, is dat anders dan in Nederland? Ja, ze hebben daar geen voorselectie. Nee, dus, dus je kan je wel opgeven. En al die Engelsen die weten ook wel van ja, je moet, als je mountain leader wordt, moet je fit zijn. Want het is uh, denk ik een van, wel een van de zwaarste opleidingen in, in binnen de NATO-eenheden wereldwijd. Een van de zwaardere en voornamelijk door de duur, omdat het zo lang is. Het is negen maanden. Zelfs bijvoorbeeld de SAS, die, die kwamen bij ons langs toen in Noorwegen bij de opleiding. En die zei ook tegen je Engels van oh, wat doen je hier? Hij zei: Hoezo hoe kom je niet bij ons? Je verdient meer, je hebt leuke opdrachten en uh, de opleiding is, of is, is niet makkelijker, maar is korter, is korter ja. weet je wel. Dus uh, ja, dat gaf ook wel iets aan. Maar ja, het is toch ook wel een soort van eretitel. Er zijn er ook niet veel van. Volgens mij zijn er nu 80 of 90 mensen binnen Nederland die dit ooit gedaan hebben sinds 1971. Ja, en veel zijn ervan ook gaan ondernemen, volgens mij. Uh, ja, ja. Ik heb Sander daar misschien leren kennen. Ja, ja Sander is kikker dan, maar uh, Sander is ondernemer geworden. Jack Little. ook. Ja, zeker een goede vriend van me. Oké, okay, ja, ja, ja. Ja, Jack is ook mijn ja. ja. Ik zou bij Jack in de opleiding zitten. In oh, leuk. De, uh, uh, toen, toen werd het hem niet dat ik mezelf overtraind. Ja. Welke ja. eigenschap heb je denk je bij de geleerd die je dus weer kan gebruiken in het ondernemerschap? Nou, dat is denk ik wel wat je, um, wat je, wat je leert is sowieso. Als je aan het specifieke voorschrijft, ben je al ondernemer binnen defensie. Zo kijk ik er nu eigenlijk op terug. Omdat jij, je moet zo er, zoveel meer in je nek uitsteken als een, uh, een normale soldaat of een normale marinier als je daar eenmaal wilt komen. Hè. Je, je moet, uh, mooi voorbeeld, ik zat bijvoorbeeld, het was toen in, uh, in juli 2009, was ook een hele mooie zomer. En iedereen ging naar het strand toe en ik moest... PowerPoint-presentaties bouwen, want die moest ik de week erop geven, en dat hele weekend dus zat ik daar dus dus te zitten. Dus ik denk dat je echt een doorzetter moet zijn, je moet echt gemotiveerd zijn zeg maar, en het komt niet vanzelf. Het is eerst heel veel zaaien weer, en ook in je vrije tijd, de weinige vrije tijd die je hebt. En dat heb je als ondernemer ook, weet je wel. Je bent eigenlijk onbetaald ben je bezig. Laatst was ik op een evenement, zei ze ook... ja, ondernemers zijn de enige mensen die 80 uur in de week gaan werken... voor een salaris van 40 uur. Ja, liever dan dat ze voor een baas gaan werken. En Liever dan dat ze voor een baas krijgen. En dat is ook echt zo. En uiteindelijk gaat het, als je het goed doet... Ga je, hè, krijg je daar zeg maar um, um, je draai, je keerpunt in. Maar dat is binnen Defensie was dat ook wel zo. Dus dat is denk ik ook wel een van de grotere lessen. Je moet gewoon investeren en je moet gewoon... Focus houden en wat ik ook heel erg uh, destijds al deed en dan kwam ik eigenlijk achter door Michael Pilatchek. ik visualiseerde al he, dat ik het al was. Dus dan is die weg er naartoe, die wordt eigenlijk gewoon een stuk makkelijker. Want ik zag al helemaal voor me. Ik ben zelfs ingenieur, zit lekker uh, in de bergen, ik heb mijn eigen club mee, ik kan gewoon lekker zelfstandig met die jongens doen wat ik wil. Of ik visualiseerde al dat ik al bij de speciale eenheden zat, dat je leuke opdrachten aan het, uh, aan het doen was. En dat kwam ook omdat ik die jongens bijvoorbeeld in Afghanistan aan het werk had gezien. Dus dan heb je al, weet je, je, je hebt kan al wat handvatten om ja, te visualiseren. Ja, ja. Ja. En dat werkt gewoon heel erg goed. Ja. Voor je motivatie? Of omdat je dan de pad al hebt bewandeld? Of waarom denk je dat dat is? Nou, ja, voor, juist voor je motivatie. En zeker op de momenten dat je denkt, van nou, nu gaat het, eh, wij bijvoorbeeld in die mountain leader opleiding, dan ga je echt uh, um, ja 180 kilometer lopen door de bergen met een rugzak van 40, 50 kilo. Op een gegeven moment is het gewoon echt niet leuk meer, weet je wel. En dan kan je eigenlijk alleen maar in een soort van roesdroomvisualisatiepatroon komen... van waarom doe ik dit nou eigenlijk? En als je dat beeld gewoon voor je houdt... dan sla je jezelf ook weer gewoon in, in kleine stapjes, zeg maar, doorheen. En ja, dat merk ik nu ook, want soms zit het ook gewoon tegen, weet je Als je dingen gaat opzetten, ook omdat het allemaal nieuw is... maar hou gewoon het einddoel voor ogen. En, en dat het gewoon rustiger gaat worden en dat je een hoop mensen kan gaan helpen... En dat je de systemen en de, en de technieken allemaal leert begrijpen. Weet je, van het online ondernemen wat we nu aan het doen zijn. Um, ja, dus op die manier zet ik dat ook wel in. Ja. Is dat het belangrijkste, denk je ook om die tegenslagen en het harde werken te kunnen verdragen, dat je weet dat er een punt is waar je ja. naartoe werkt? Ja, 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 dat denk ik wel. Ja. En dat je ook, wat ik ook heel erg fijn vond, ik had gewoon een soort van rolmodel die ik gewoon volgde. Bij ons was dat gewoon een van die instructeurs destijds, Mark, uh, Mark V noem ik hem Ik zal zijn achternaam niet noemen. Ik weet niet of je dat leuk vindt. Maar ja, zoals hij was, weet je wel, dat is gewoon helemaal top. Ik denk, dat wil ik ook gaan worden. En zo heb ik dat nu ook bijvoorbeeld met, uh, met het online ondernemen. Ik, ik ken iemand anders, die heeft ook een online cursus. En ik zie gewoon hoe makkelijk het bij hem allemaal afgaat, weet je wel. Dus daar kijk ik ook heel erg veel bij af. En op die manier, uh, ja, een soort van kopieergedrag en doorzetten. Ja. 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 ja, en je kan ook meerdere rolmodellen kiezen. Dat je een ja. rolmodel kiest, bijvoorbeeld op het gebied van vaderschap, of ja. op het gebied van ondernemen, ja. of op het gebied van sales, of ja, ja. allerlei aspecten. Ja, absoluut. Dat doen ja. we ook nu. Ja. En toen ben je uiteindelijk begonnen met ondernemen. Dat was eigenlijk al tijdens uh, de Special Forces. Want ja. je ging je eigen woning verhuren, begreep ik. Ja, dat is, nou, dat is daarvoor al oh, begonnen. Ja, dat is daarvoor al begonnen. Want wat ik zei, mijn ouders. Um, nou, in Egmond heb je uh, allemaal rijtjeswoningen. En er staan allemaal vakantiewoningen staan erachter. Het er zijn gewoon stenen woningen, twee slaapkamers, eigen tuintje, eigen badkamer, keuken, woonkamer. Um, voorheen mochten starters daar ook wonen. Dat, dat is uh, helaas aan banden gelegd door de gemeente. Want ze willen echt alleen toeristen daarin hebben. Dus ja, dat deden mijn ouders altijd al. Dus toen ik. In 2007, 2008 voor mijn uh, eerste woning ging kijken. Toen had ik wel al zoiets van ik wil een appartementje hebben die ik ook aan toeristen kan gaan verhuren. Want ik, ga, ik wilde natuurlijk naar de Speciale 1. Dan nou ben je een jaar uh, op safari, zoals we dat zeggen. Ik ging in 2008 uh, of 2009 ben ik ook naar Afghanistan geweest. Vijf maanden. Ik denk koop ik die woning. Uh, ja, ik richt hem gewoon. Hè. Het was echt een jongenswoning, zoals dat zou zeggen. Uh, ik richt hem simpel in. Als ik wegga, doe ik al mijn spullen uh, in één uh, kamer en dan ga ik hem gewoon aan, to aan toeristen verhuren. Dus ik heb hem in 2008 gekocht en toen ben ik ook meteen eigenlijk, daarna ging ik weg, heb ik hem meteen vijf maanden verhuurd. En hoe regel je dat dan met schoonmaak uh, ja, had, en dat soort zaken? Ik had toen iemand uh, gevonden, die uh, had ik helemaal ingewerkt. Dus ik zorgde dat we via de e-mail contact hielden en dat hij alle boekingen ook binnenkreeg. Dus je had zeg maar de in- en uitcheckdatums uh, hadden we uh, op die manier bepaald. Die had ik helemaal opgeleid van. Ik had wel een heel goed beeld van. Ik wil het allemaal op deze en deze en deze, deze manier. Wil ik dat je het gaat doen? Zodat we één standaard daarin houden. Uh, nou, het online setting zo, dat hebben. We allemaal, dat heb ik toen zelf gedaan. Dat was echt nog ver voor Airbnb trouwens hoor. Dit is echt. Uh, Destijds kwamen de Duitsers gewoon nog met bussen naar Egmond toe. En die werden gewoon midden in het dorp gedropt. En dan gingen ze gewoon een rondje lopen. En iedereen had bordjes, zeg maar, uh, voor de kamers. En ik probeerde dus toen wel al online op te pakken. Dus ik deed het via. Ik, ik, eigenlijk heel Nederland komen heel veel Duitse toeristen. Dus die ben ik gewoon online uh, ben ik toen gaan adverteren. En uh, ja, dus ik had de schoonmaken. Ik had ook iemand die was troubleshooten Dus mocht er een keer wat gedoe zijn, dan kon die eventjes uh, heen. Dus ik kon eigenlijk gewoon een soort van semi loslaten als ik weg was. En op die manier. Uh, ja, stroomden de boekingen binnen. Ik was nog niet weg, toen had ik eerst vijf weken al verhuurd. Oh, wat goed. Ja, 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 ja. En het leuke is, die woning ging toen al voor een kleine 900 of 1000 euro voor een week weg. Wauw. Ja. ja, Dus als je dat vergelijkt met uh, regulier verhuren ja. voor vijf maanden, dan uh, pak je ja. daar wel meer marge op. Ja, veel meer. Ja. ja. Want de schoonmaakkosten ook, die reken je allemaal door een gast. Ja. Dus dat deed ik toen al. Ja, ik gaf Zijn. alleen die troubleshooter. En die betaalde ik ook gewoon prima. Want... Ik wilde ook geen gedoe daarover hebben. Dus ik ging er ook niet op beknibbelen. Ik had zoiets van, doe jij ding maar. Um, want dan heb ik er geen omkijken naar. Zij tevreden, tevreden gasten, meer boekingen. Ik zeg, ik ook tevreden. Dus zo zijn we dat eigenlijk, of ben ik dat eigenlijk gaan doen. Um, dus 2009 ben ik naar Oerisgang geweest. En terwijl wij daar uh, eigenlijk op missie waren... Ja, heb ik echt vijf maanden heel goed die woning verhuurd. Heb ik denk een kleine 14.000 15 15.000 euro gedraaid. Ik heb ook on zoiets ongeveer verdiend... terwijl ik zelf daar in het veld aan het werk was... En toen heb ik al dat geld wat ik had, iedereen kocht mooie auto's, motoren, dat we terugkwamen. En ik had zoiets van, ik ga die hypotheek aflossen. Ja. Want ik dacht van, ik wil gewoon later wil ik geen hypotheek meer hebben, want dan is mijn salaris zakgeld geworden. Nog helemaal niet nadenken rond over vastgoed en Nee, precies, en dat is nog een hypotheek. andere mindset ik, van idee, ik, wist niet eens, ik wist niet eens dat het er was, weet je wel. Ja, ja. Wanneer kwam je dan op het idee om nog een woning te kopen? Nou, toen heb ik Priscilla ontmoet in 2014. En toen kwam ik er dus al achter, want ik had toen ondertussen dat eerste woonhuis voor 160.000 euro had ik afbetaald. Toen ging ik naar mijn financieel adviseur toe en toen wilden we zo'n woning kopen met een vakantiewoning erachter. Toen zei hij: Hé, maar je kunt die woning ook houden, hè? Ja, ik zeg, dat was ook wel het plan. Ik zeg, maar ik wist niet dat ik kon. Hij zegt: Ja, ja dat kan. Hij zegt, want uh, nog, nog sterker, de bank die is, die is er heel blij mee dat jij zeg maar, een afgelost huis hebt. Want die was helemaal vrij. Oké, okay, top. Uh, dus wij naar de bank toe en toen hebben we nog een woning gekocht met een vakantiewoning. Dat heb ik Priscilla ook. Uh, die was er in het begin niet zo van, maar die sprak geen woord Duits. En ik waffel maar een beetje heen Duits, maar ik kom er uiteindelijk. We doen het gewoon, weet je. Je komt ja, het wel met aan. Ja, handen en voeten dan kom je er wel ja, uit. Ja, dat, dat, dat boeit ook helemaal niet. Want die mensen zijn lang, want die Duits spreken geen woord, geen woord Engels of Nederlands, weet je wel. Dus die zijn al lang blij dat je je beetje je best doet. Dus ik zeg, hup, jij gaat die verhuur doen als ik er uh, niet ben. Ze fiscaal ook wat beter. Ik zeg, dan doen we dat op die manier. Dus toen hadden we uh, mijn, mijn appartement uh, in de verhuur, de vakantiewoning achter ons huis. En toen, uh, ja, toen kreeg een vriend van me, die had ook vier woningen gekocht. En uh, die kregen privé wat uh, situaties. Die zei van, Joh, willen jullie het beheer gaan doen? Dus toen is eigenlijk dat rent-to-rent -rent een beetje uh, gestart. Het was 2015, 2016. Dus toen hebben we die woningen heeft persillen. Ja, we deden het samen, maar ik was er nooit. Ik, zat, ik was 2015, ben ik bijvoorbeeld naar Mali vijf maanden geweest. Uh, 2016, vijf maanden naar Irak. Uh, um, Slag om Mosul uh, mee meegedraaid. 2017 weer, ook vier, vijf maanden Afrika geweest. Dus eigenlijk deden we, de dat allemaal in de eentje. En dat kon ook prima, hoor. Tot zes woningen naast je baan. Als je het allemaal goed opzet. Ja, je moet de goede structuren ja, inzetten. Ja, uh, ja. En automatiseren. De, ja. ja. Deden wij in het begin ook niet hoor. Je had ons moeten zien hoor. Allemaal van die schriftjes, zeker, die je op de middelbare school hebt. En dan was dit Beach House Siesta, dit was Beach House Seaside. dit was uh, dat huisje, dit was die. En daar hadden we overal kalenders in gemaakt. En dan staat we zo te krassen als we die boek in kregen. Later kwamen erachter, het zijn gewoon allemaal systemen voor channel managers. Je kan alles koppelen, platformen koppelen, facturen automatiseren, schoonmakers koppelen. Je kan alles automatiseren. Ja, in het begin wisten we dat helemaal niet, natuurlijk. En ja, dat is ook wat we nu zeg maar, meenemen in de cursus. Ik, ja, dat is dat wiel, dat hebben wij echt wel de hardway uitgevonden, durf ik te zeggen. En Tien jaar hè? hadden jullie erover gedaan. Ja, nou ja, inderdaad. 2018 hebben wij, uh, um, dat was ook ja, een stukje fast forward. 2018. Maar er wijst zoiets van ja, we verdienen meer nu met de huisjes dan dat we beide, Priscilla was teamleider bij Basic Fit. Ik zat uh, bij Defensie. Ik moest weg bij de Special Forces, omdat uh, ja, je onder drie, vier jaar van functie Waar ik enorm van baalde, want ik wilde echt, want ik was, ik was jong, het was in 2018, ja, ik was 4, 35. Ik had, weet je, en ik wist ook, er was onder, uh, tenminste, die plekken waren leeg, dus laat me gewoon zitten. Dus toen werd ik inspecteur. In die periode ben ik ook met Marco Pilacek in. Uh, uh, ja, hebben we zo'n uh, traject van hem gedaan. De boek gekocht, Master Your Mindset. Welk traject heb je gevolgd? Uh, nou, we hebben zo'n eendaagse uh, ge... gedaan. Ah, cool. En online hebben we nog wat gevolgd van hem. Zeg maar, om echt uh, met die acht stappen, weet je wel, om je doel te bepalen. En ja, dat, dat gaf ons wel inzicht van, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen, weet je wel. Uh, het, het perspectief dat ik bijvoorbeeld voor me had. Ik tekende voor 52 bij Defensie en het was al 63 geworden. En ik had het hartstikke naar mijn zin, op die nieuwe functie misschien wat minder... Ja, toen dachten wij ook van, weet je, je kan altijd terug. Laten we gewoon uh, gaan ondernemen. En dus gingen we volgas op de verhuur. Ik werkte nog wel voor een ander bedrijf. Doe ik nog steeds af en toe wat klusjes voor als contractor. Gewoon onszelf... Uh, um, ja, we geven ook nog steeds training voor Defensie. Dus had ik een beetje... Alleen, ik, ik hoefde niet meer. Ik kon zelf kiezen van, nou, dit ga ik wel doen, dat ga ik niet doen. Ja, als dat, je die financiële vrijheid hebt, dan kan ja, je doen wat je wil. Ja, ja, en dat kon al vrij snel bij ons, hoor. Want ik heb die woning, nou, die was afgelost dan. Toen heb ik in 2017 zijn we breder gaan kijken. Ik dacht, oh, werkt dat trucje dan alleen aan de kust. En toen zat ik op bergtraining op die berg en uh, um, ik zat op funda te kijken. Het zou een Appartementje in Alkmaar staan. En uh, ik zeg, Pris, ik zeg, yo, ga jij eens kijken of het wat is. Dus zij kijken. Ik een beetje marktonderzoek vandaan. zoek Ook zo ook veel toeristen Ook in Alkmaar. Je heb ook helemaal nooit aan gedacht. Dat is dom. En uh, ja, toen heb ik eigenlijk een bod gedaan op de berg. En die werd geaccepteerd. Oh, wat goed. Dus onder de marktwaarde of op de marktwaarde? Nee, dat was sowieso onder. Dat was toen nog... Want hij stond voor 135. Ik heb hem volgens mij voor 117 of zo gekocht. Oh, nice. Ja. Ja, ja als je ziet ook wat hij nu waard is, dat slaat ja. <laughs> ja Alleen dat, daar kun je al niet tegen opwerken. Ja, nee. Ja. nee, als je ziet wat de huizenmarkt doet ja. uh, en wat je kan sparen per jaar. Ja. Als je in Lonings bijvoorbeeld zit, dat is, zelfs als ondernemer, dan is dat niet de verhouding. Ja. Nee, dus toen hebben wij die... Uh, um, hebben we die ook nog erbij gekocht. Nou, Ook meteen in de verhuur. Stedentrippie, Schot in de roos. Ook wel geluk gehad. is. zat dan een dubbelbestemming op. Dus je hebt hé, Nederland bestemmingsplannen eh, wonen of, of recreatie. En hier zat beide op. Dus je kon hem of vast verhuren of recreatief. Ja, dat is gewoon... Als je die ooit kan vinden, dat zijn echt wel de goudmijntjes, zeg maar. Want normaal, anders zit je gebonden aan bijvoorbeeld een 63-dagen-regel. Of Amsterdam je 30 dagen en... Vaak wordt het ook wel gedoogd hoor. Uh, ja, ik wil net zeggen, dat uh, ze S kunnen ook niet overal langs nee. gaan om dat te checken. Nee, 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 maar ik zeg wel altijd, ook bij ons in de cursus, ga er niet uh, blind vanuit op je investering. Nee, dus nee dus neem maak de plan al B en ja, plan C. Ja, drie plannen zeg ik altijd. Uh, dus je financiering denk ik dat je die op plan B moet uh, vaststellen. En plan A is dus recreatief verhuren voor de jackpotprijzen en dat is top. Plan B is vaste verhuur. En dat je daar dan ook alle vaste lasten van kan dragen. En plan C is gewoon weer verkopen. Maar ja, dan moet je wel scherp aan kunnen kopen. Anders gaat plan C ook een slecht plan worden. Ja, zeg maar. ja wij kopen ook alleen maar onder de marktwaarde ja. aan. Ja. En dan dusdanig veel dat je overdrachtsbelasting, dat je dat eruit kan halen als je het verkoopt ja. en dan break-even speelt. Ja. Anders dan gaat het je een heleboel geld kosten. Ja, 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 ja absoluut. En zeker nu in deze tijd, hè, nu, waar we nu in zitten. Ja, 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 ja. Het is gewoon even, uh, ja, wat zou ik zeggen, moeilijk. Je moet gewoon echt pareltjes gaan pakken nu. Ja. Het komt wel weer, denk ik. De ja. markt is aan het veranderen, de rentes ja. zijn gestegen. Ja. Ik hoor verschillende geluiden vanuit makelaarsland. Sommigen zeggen, nee joh, het stijgt gewoon door. Ja, dat ja. zou ik ook zeggen als ik makelaar ja. was. Ja, ja, ja. Maar andere makelaars zeggen van nou. Nee, Wacht maar zes maanden en dan uh, komt er wel weer een hele omhoog. Dus, ja. uh, nou, het is nu al zo. He. Ik, ik heb ook, ken ook een aantal makelaars. En uh, waar ze voorheen, als jij uh, een woning wilde gaan bezichtigen, kreeg je een wachtlijst. En nu uh, kun je gewoon meteen kijken en word je nagebeld. Je mag meerdere keren bezichtigen. Ja, ja, ja. Maar moest je in tien minuten moest je het uh, bepalen. Ja. En die woning die ik heb gekocht in Almelo, daar was twee maanden niemand op afgekomen. Dat ze uh, ons ja. uiteindelijk opbelden. Ja. Die hebben we voor 30k onder de marktwaarde aangekocht. Ja dus ik denk dat die tijden ook wel weer gaan komen ja 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 wat ja, kan ook niet anders want ook je dat vergeet ook wel best maar de verkopende partij als dat geen beleg is die wil ook door en een belegger wil trouwens ook door ja dus uh, die heb ook gewoon geld nodig en die worden ook een beetje zenuwachtig weet je wel van wat gaat er nu allemaal gebeuren hè? ja precies en wat was voor jou het punt dat je dacht ik wil hier andere mensen ook wat over leren want jij was hier financieel vrij mee geworden ja. je kon je baan opzeggen je had ook kunnen zeggen nou ik ga lekker genieten van het leven ja. wat ja. was dat in jou dat je dacht ik wil dit doorgeven nou, ik heb eigenlijk altijd wel dat gehad. Uh, voornamelijk uh, deed ik dat eerst... Ik zit even vast met mijn voet. <laughs> <laughs> en voornamelijk deden we dat uh, ja, gewoon fysiek. Dus gewoon één op één ging ik mensen helpen. Collega's, vrienden. Best wel wat mensen geholpen met vinden van de juiste woning. Even doorrekenen. Uh, financiering over meedenken. En daarna natuurlijk het, uh, het online opzetten. Dat deden we eigenlijk al in 2017, 2018, 2019 hebben we dat gedaan. Um, toen kwam 2020 en nou, toen kwam COVID. Toen was ik al best wel nog wat klussen ook voor Defensie uh, aan het draaien. En op dat moment, um, toen viel dat ook even stil door COVID. En toen kocht ik een uh, Amazon-cursus. Ik dacht, nou, ik ga niet stilzitten. Weet je wel. Ik denk, ik ga gewoon wel wat doen. Dan gaan we maar online iets doen. Dus ik kocht die cursus. Hoe kan ik verkopen op, uh, op Amazon? Hele goede cursus, cursus overigens. Um, en ik zag zo al die, 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 die modules voor me. En ik dacht van ja. Ik zeg, dit kunnen wij ook. Ik zeg, en dan gaan wij gewoon ons uh, vakantieverhuurverhaal op loslaten. Dus daar hebben we nu ja, zijn we gaan bouwen. Eerst hadden we vijf modules, toen werden het tien modules. En we hebben nu zeventien modules. En waarin gewoon alles wat wij in die veertien jaar geleerd hebben, hebben we daarin gestopt. En ja, dat, dat was wel heel gaaf om te zien. Want op die manier kon je online kon je dus veel meer mensen gaan bereiken. En het leuke is, het trucje werkt wereldwijd, die zes ja. stappen. Dat is het allergaafste, denk Natuurlijk zijn er in het begin met financiering en regels en wetgeving... Zijn er wat andere dingen? Maar vakantiewoningen zijn overal en toeristen zijn altijd overal. Ja. Dus, dus deze, ik weet ook zeker, als je mij nu, maakt niet uit waar op de wereld neer dropt, Ik weet zeker dat ik zo'n business uit de grond kan stampen. Precies, ook al ga je helemaal failliet, dan Jawel. vind je wel weer een manier. Ja, 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 absoluut. Ja. 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 Dus dat is in uh, 2020 is eigenlijk het hele online gedeelte ontstaan. Maar daarvoor hielpen we al mensen hoor. Ja, ja, ja en ik kan me ook helemaal voorstellen dat in de wandelgangen dat mensen je al gaan vragen van ja. hoe doe je dat nou? Ik heb het ja. nu al met vastgoed en dan zeg ik bewust ik ga je niet coachen, want ik vind nog niet dat ik daar competent ja. genoeg voor ben. Ja. Maar wellicht in de toekomst dat ik ook die kant op ga. Ja. Um, maar naast vastgoed ben je ook op andere manieren bezig met investeren. Ja, klopt. Vertel. Ja, nou dat is ook wel weer grappig. Dat was in 2000, moet ik goed zeggen, 2017 oktober. Toen zat iedereen uh, op die bergtraining waar ik ook was, waar ik ook dat andere huisje gevonden heb. Die zat uh, op uh, Coinbase. Mm -hmm. eh, nou, dat is zo'n appje. In ieder geval voor de mensen die het niet weten, daar, eh, daar kan je crypto kopen. Ik had geen idee wat crypto was. Maar ik hou wel van een gokje. Dus, uh, dus ik zat zo te kijken. Ik zeg, uh, oh, oh, ik zeg bitcoins en Ethereums en litecoins. En uh, hoe werkt het dan? En dat was net eigenlijk voor het punt voordat hij naar die 20.000 toe ging. Ik denk dat hij toen nog op. Volgens mij stond die zelfs nog lithium op 38 euro. Een Litecoin nog echt gewoon ver daaronder. En uh, bitcoin was 1400 euro. Dus uh, nou toen uh, had ik, uh, heb ik overal wel wat ingestopt. Volgens mij overal 5000 uh, van mijn spaargeld. Dat is eigen... een behoorlijk risicootje als je zei van. Ja, ja maar die, ik, uh... ik heb, ik was wel, ik liep de hele dag met die gasten en en, en dat is het leuke. Daar, je bent elkaar allemaal aan het aansteken, ja. weet je wel. En. Uh, en ik wist ook niks van stoplossers af. Hè. Dat kon ook niet eens op die app. Dus dat was eigenlijk was het wel een risico. Maar ja, ik denk, fuck it, dus in het wel, weet je wel. En uh, ik had wel die grafiek, dat had ik wel naar gekeken. Want ik had helemaal geen verstand van grafieken lezen. Maar ik keek wel naar de data van daarvoor. En toen zag ik al hup, 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 hup. Ja. Ik herkende wel een patroon. Ik denk, nou, ze gaan het gewoon doen. Ja, en toen ging hij in één keer naar de 4000, 5000 euro toe. Dus toen heb ik eigenlijk alles eruit gehad. En daar heb ik ook met een groot gedeelte, heb ik Alkmaar toen dat uh, appartementje oh, van cool. gekocht. Ja. ja. Ja, Op 6000 haalde ik alles er al uit. Ja. En tot, ik had bijvoorbeeld ook tot de 20 had ik hem uit kunnen rijden, zeg maar het ritje. Maar ja, dat wist ik niet. Nee, dat weet je van tevoren ook niet. Dus dus wat ik nu bijvoorbeeld uh... zou doen, is meteen ook weer een tip: een derde eruit op dat, een derde eruit daar, een derde eruit daar. En, en, of, 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 en daar weer een derde van. En, en een stukje door laat staan voor een moonshot. Ja, gaandeweg leren daarvan. Zeg maar. Dus daar ben ik ook vol gas mee uh, mee bezig gegaan. Ja. ja, en ik raad mensen ook altijd aan van ga die game in. Ook al had je verlies gemaakt. Ja. Ik ken mensen die zijn uh, ingestapt toen crypto 65 stond. Ja, 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 ja. En die Ach. hebben geld verloren. Ja. Of nou ja, verloren als je het niet verkoopt, dan verlies je het niet. Leuk. Maar je bent er in ieder geval in en je gaat de markt volgen en je weet wanneer je dan wel moet aankopen. En nu in de dip koop je weer bij. Dus het is uh, ja. ik denk ik sowieso een goed idee om ermee te starten met ja. het investeren. Ja. Um, Investeer je nog steeds in crypto? Ja, absoluut. Ja, ja, ja ik heb afgelopen maanden heb ik wel weer bijgekomen. Ja, goed. Ja, ja, ja. ja, ik koop ook gewoon altijd uh, op die manier koop ik, koop ik ook wel door. En ik zit ook wel gewoon in risicovolle altcoin projectjes. Weet je. Niet al te veel. Maar ik vind het wel leuk om te zien. Want <coughs> dat heb ik ook wel gehad De vorige run Die ging gewoon een keer 100. Dan gaat het heel erg hard, weet je wel. maakt het ook niet uit als een paar coins niet lopen. Nee. Als je eentje hebt die keer 100 gaat ja. en tien uh, die mislukken, ja, dan ja. heb je alsnog winst. Ja, 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 mijn grootste les is wel, ik, uh, ik heb alles op een ledger staan en die ligt ook gewoon ergens anders. Um, er zitten twee voordelen aan en één nadeel. Uh, het grote voordeel is, ja, als ingebroken wordt, heb je niks om af te geven. En als er bijvoorbeeld toen in 2020 was die covid crash, weet je wel. De, de maat van me zo zenuwachtig, die heeft verkocht. Ik kon niet verkopen, want ik had het niet. Weet je Dat lag niet thuis. Um, maar ik heb ook bijvoorbeeld op de top, toen dacht ik zoiets van... Ik had echt 100.000, had ik als die grens. En ik had gewoon echt gewoon gedeelte eruit moeten halen. Maar ik dacht, hij gaat door. ja En toen stopte niet bij 69, weet je wel. Ja, je ziet vaak op de all-time high dat hij dan weer eventjes terugvalt. Ja, en ja, ja, ja. ja, dus dat zijn ook... Maar ik zie het ook, weet je wel. Het, ik zie het, ook als, het is sowieso geld wat je kan missen. Uh, en het is gewoon lange termijn investering. Ja, precies. Maar mijn doel, ons doel, is dus wel van up. Tijdens straks ga ik wel weer een gedeelte eruit halen en dan ga ik wel weer gewoon steady in, in vastgoed, in een vakantiewoning stoppen. Ja. ja. ben je daar enthousiaster over dan over de crypto? Um, is dat niet te vergelijken? Ja, weet ik niet. Ik, ik ben het gewoon een beetje aan het spreiden denk ik op die manier. Want um, ja, crypto weet ik nog steeds niet wat het gaat doen. Ik denk dat bitcoin eigenlijk altijd wel uh, kan blijven. Maar ja, als je dan uh, Klaus Swaps van deze wereld erop uh, loslaat, dan ja, zeggen ze ook van ja, het kan ook wel aan band gelegd gaan worden. En van die huisjes, ik denk als ik hier gewoon een gedeelte winst kan pakken en ik stop het in een vakantiehoning, ik weet gewoon dat ik met die vakantiehoning 1000 euro per week kan gaan verdienen. Ja, en dan en dat is altijd dat hebben we ook bijvoorbeeld. Iedereen zei van ja, uh, in corona, je dan wel goed. Nou, het is heel even rustig geweest van 12 maart tot en met uh, nou, ik denk ergens 20 april, 2020, toen het... In corona... ja, de eerste maand uh, moest iedereen eventjes ja, wennen. Het gebeurt hier allemaal? Ja, welke maatregelen gaan er nog meer komen? Ja. En ja. Ja, daarna kwam toch uh, de zomerperiode eraan. Ja, en niemand ging vliegen. Nee. Dus Nederland ontplofte. Wij zaten echt bom en bom vol, ja. En het is eigenlijk, daarna is het niet minder geworden. Dus dat was echt wel dat ik dacht van, oké, okay, weet je wel. Het was even schrikken. Maar ook die weken hebben we zelfs nog gevuld, want ja, wij waren toen ook woningen rent-to-rent. -rent, dus wij huurden woningen aan en daar had ik gewoon een contract op. zitten. En dus sommige moest ik wel duizend euro per maand betalen. Ja, dus dan moet ik wel een, een manier van Kiet gaan spelen. Anders gaat het heel snel van je af. En nou, binnen drie dagen hadden we eigenlijk alle woningen vol. Ja, gewoon voor. En heb ik ook gezegd, we waren toen al heel veel gescheiden mensen. En, Bijvoorbeeld mensen die bij Open Omen wonen, die zeiden van... Nou met COVID, ik vertrouw het niet, die werkt in de zorg, kan ik even bij jou huren? En dan hebben we gewoon tegen kostprijs plus plus, hebben dat alles toen verhuurd. En zo zijn we eigenlijk door die coronaperiode heen, heen, heen gekomen. En dat het was even op Priscilla was ook hoogzwanger toen, dus dat was echt, uh, was echt wel even, even heftig toen. Die hormonen vlogen alle kanten op. Ja. Maar ja, ik zeg, kom op, weet je als Ze zijn nog niet op ons aan het schieten. <laughs> ik zeg, het, het komt wel goed. En uiteindelijk kwam het ook wel goed. We hadden Binnen drie dagen hadden we alles verhuurd ik had gezegd jongens we gaan uh, half april weer krijgen we weer een berichtje van ons kan je misschien verlengen met de maand of het houdt gewoon op als een, een kort kort contract zeg je en uh, nou, toen zijn we eigenlijk in mei weer gaan draaien ja. goed. toen moet ik zeggen toen kwam oktober kwam wel net even te vroeg toen want we hadden oktober best voor boekingen staan en toen kwam weer die lockdown natuurlijk als die in november was gekomen, was het prima geweest dan hadden we gewoon november tot maart weer zeg maar met een andere doelgroep gaan spelen maar uh, ja goed we zijn er hartstikke goed doorheen gekomen absoluut ja want ja. welke doelgroep zet je dan in de winter erin? Nou er zitten bijvoorbeeld weer uh, zoals hier in de buurt zitten uh, inmiddels in de Google centrale, Microsoft centrale, een datacentrum zijn ze aan het bouwen en dan gaan we die gewoon targeten ja. en dan probeer en dan ik gewoon voor een maand of twee maanden ja zeven acht weken jongens zijn van zes tot s avonds zes keihard aan het werk en we betalen ook nog wel flinke nachtprijzen en op die manier heb je een hele hoge bezettingsgraad. plus ook nog wel ja gewoon relatief weinig werk eraan en dat je best wel goede verdiensten eruit haalt ja ja, ja. Ja, dus zorg altijd dat je de plan B goed hebt. Ja. C, D, ja. E, tot en met Z. Ja, ja, ja. ja. Nou, ondertussen worden we daar wel lucratiever in. En we hebben ondertussen ook een heel groot netwerk, weet je wel, daarvan. Dus zo had ik laatst een cursus van ons. Die heeft een uh, woning in Sluis gekocht. En toen zei hij, ja, ja kunnen we nou naar nog meer gaan bedenken? Dus ik pak gewoon Google Maps erbij en ik ga naar de kaart. Ik zeg, en ik wist toevallig dat ze daar die windmolenparken, windenergie, zijn ze daar aan het opwekken. En dat zijn buitenlandse partijen. Ik zeg reis naar die parkeerplaats van uh, Vestas toe. Dat is het bedrijf die dat bouwt. En zo zijn we gewoon een beetje gaan kijken. En dan gaat hij nu als het goed is flyers onder de ruitenwissers leggen. Oh, super. En dan gaat hij die. want die jongens zitten nu waarschijnlijk allemaal in hotels. Maar ik weet gewoon uit ervaring, hun willen niet in een hotel. Ik zou zelf ook bij de venesters in mijn hotelkamer, dan word je dood ongelukkig. Ja, ja, maar, maar gewoon een klein. huisje. Ja. Ja. En dan in die tijd die ze hebben, dan kun je mooi jouw woning kan je aan veruren. Ja. Ja, er zijn zoveel opties. Je kan ook de bedrijven opbellen, ja. of je kan een advertentie plaatsen, ja. of ja, via Facebook kan je vandaag de dag ook alles verkopen. Ja, 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 ja. ja, social media doen we ook best wel veel mee op dit moment. Ja, en dat is echt heel erg onder, uh, ja, onderschat eigenlijk door iedereen. Dat je ook gewoon daar via dat kan gaan verhuren. En zeker met recreatieverhuur is het grote voordeel daarvan, op Airbnb en Booking betaal je gewoon 15 tot 18 procent commissie. Ja, dus gewoon op een nachtprijs van, van 100 euro is dat 18 euro. Dat vind ik echt zonde. Dus probeer dat altijd zeg maar in je eigen zak te krijgen. Zeker in het hoogseizoen van april tot en met uh, oktober. Dat je gewoon via je eigen social media, je eigen netwerk zeg maar, uh, recreatief ook gaat verhuren. En dat kan ook prima. Ja, ja en aan de andere kant denk ja. ik wel dat het fijn kan zijn in het begin dat je een stukje zekerheid hebt. Dat je weet, nou ja, stel dat het niet lukt via mijn eigen netwerk ja. of niet lukt via Facebook, dan kan ik het altijd nog via Airbnb verhuren. Ja. En dan betaal ik maar die 15 procent. Ja. Maar het is beter dan dat ik helemaal geen ja. inkomsten krijg en dat je het ook vanuit daar kan opbouwen. Dus ik heb ook Klopt. wel eens een woning via Airbnb. Ja. mezelf dan uh, ja. gehuurd. Ja. En dan lagen daar ook flyers die je mee kon nemen, zodat je de volgende keer dan direct bij de ja, eigenaar ja, ja, gaat uh, ja. huren. Ja, klopt. Want jullie noemen het uh, Airbnb voor of de BB voor Nou, het is eigenlijk gewoon een domeinnaam, die heb ik destijds gekocht, weet je wel, BB. Dat, dat als ja. mensen gaan zoeken, dan, uh, ik had me daarin laten adviseren en we zeiden zeiden BB dus, uh, Dat is dat is een goe goede naam, zeg het maar. Omschrijft ook alles wat het is? Ja, ja en nee, want we of... doen helemaal niks met BB. Nee, het is, nee, het is dat, vakantiewoning verhuren. Ja. Ik, ik ga geen broodje smeren. Nee. Ja. <laughs> nee, dat gaan we niet doen. Nee, dus, dus aan de andere kant is dat het wel en niet, zeg maar. Ja, ja. maar het kan wel hoor. Als we, we dus mensen me dat leuk vinden, ja, ja, het ja. zou voor mij ook niet hoeven, hoor, dat ik al die mensen in mijn huis heb. Nee, nee. nee nou, maar je hebt ook bijvoorbeeld mensen die hebben nu een, uh, uh, wat vakantiewoningen in Frankrijk bij hun, uh, bij hun huis. Die zit ook bij ons in de training. En uh, zij doet ook echt BB, dus morgens kan je ontbijten bij haar. Ja, goed, ja. Dat, dat is extra, weet je wel, als je daar zin in hebt. Ja, ik vind, je beperkt jezelf heel erg daar, want ze verwachten wel weer een service van je, weet je wel. Dan gaat het passieve gaat er redelijk vanaf ja, precies, door. Ja, precies, dan kan je het niet uh, meer opschalen. Nee. Nee. Waar ik ook benieuwd naar ben, uh, ik zit zelf natuurlijk in het vastgoed van bij To let uh, ja. Hoe zit het met de regelgeving uh, uh, rondom uh, het, het verhuren als B&B? Ja. We hebben heel, heel klein beetje aangetipt al, uh, en dat weten heel veel mensen ook niet, maar je hebt... Um, en je hebt de, de uh, woonbestemmingen binnen Nederland, dus je hebt een recreatiebestemming. Zoals het voorbeeld wat ik net schetste, in Egmond heb je de woonhuizen, daar zit een woonbestemming op. En daarachter staan eigenlijk de uh, vakantiewoningen en daar zit een recreatiebestemming op. Dus uh, ik heb ook zo'n woning, uh, um, die hebben we nu ook gewoon via een investeringsbank gekocht, omdat voor uh, dat verhuren we vast en achter, en dat mag niet vast verhuren, mag ik alleen recreatief verhuren. Dus dat heb je eigenlijk daarop zitten. En dan heb ik bijvoorbeeld die woning in Alkmaar. Dat is een oud hotel Dus daar zit nog een dubbel op. Er zit nog recreatie op en oh, wonen. Maar als jij bijvoorbeeld die woning in Almelo hebt. dan mag jij uh, waarschijnlijk maar een aantal dagen. Ja, precies per jaar. Die per jaar, jaar die woning verhuren. Uh, wordt het gecontroleerd? Nee. Mag ja, of tenminste weet ik niet. Voor Almelo weet je wel. Bijvoorbeeld Tilburg is heel erg soepel erin. Die doen echt zo. Je kan zelfs een vergunning aanvragen. Mag het, het hele jaar door verhuren. Maar Den Haag is echt een no-go op dit moment. Ja. Die waren helemaal klaar met die rolkoffertjes. In Amsterdam is dat natuurlijk een beetje hetzelfde verhaal. En dan heb je het alleen over de woonhuizen. Maar dan heb je ook nog alle vakantiewoningen in parken binnen Nederland. En dan ga ik het niet over de grote jongens hebben, want daar blijf ik ver weg van. Want ja, er is er maar eentje die aan het eind van de rit echt beter wordt. En dat is de parkeigenaar. Ja, want die vragen behoorlijke commissies. Heel hoge commissies. En vaak is 30% van het park is van hunzelf en hun alle verhuur moet via hun lopen, dus mag je één keer raden in welke woningen het vol ja, zit. Dus, ja, sorry, maar doen we niet aan mee. En, en je moet het meubilair vernieuwen, ook al is het nog goed. En dan moet, moet je gewoon, Het zijn we betalen. Um, maar er zijn ook heel veel parken. Dan mag je gewoon de grond kan je kopen of huren of erfpacht. En dan uh, kan je daar gewoon zelf wat op neerzetten. Houd er wel rekening mee als je bijvoorbeeld een chalet erop neerzet. Vaak mogen die maar 18 jaar staan. Dus als jij een chalet ergens koopt van 16 jaar oud die helemaal opgeknapt is. Leuk, maar daar heb je niet hartstikke hard. Hartstikke ja. laat man. die was geen consensus bij ons, maar die belde wel op. Van, ja, ik heb een probleem, ik heb hem gekocht en, uh, en dan moet hij weg over twee jaar. Ja, ik zeg maar, ik zeg: Heb je dat niet uitgezocht dan in die statuten of in uh, nee, 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 nee? Ja, dan heb je nu dat ding en die zet hij straks in Almere op het energieterrein en, <laughs> er is geen hond die dat ding gaat kopen. weet je nee. al. Dus het is ook je belegt ook echt op die parken buiten AFM gebied, dus doe echt heel erg goed je due diligence ook. maar er valt nog steeds een hele goede rendement te behalen. Ja, ik heb ja. We hadden iemand in Friesland, die had een Engels chalet is dat. En die is alleen te verhuren van april tot oktober. Die hebben ze voor 25.000 euro gekocht. Maar die gaat ook gewoon voor, voor 900 of 1000 euro per week weg. Ja, die heb je in twee seizoenen, heb je hem gewoon uit. Ja, precies. En dan kan hij nog vijf jaar, weet je wel. En dan heb je wel je die je huur, uh, huur, huurgrond staat die op dan. Maar dat viel op zich ook, ook wel mee, weet je wel. Maar dat fluctueert ook heel erg hoor, op die parken, ja. En qua financiering, kan je dat bij een bank doen of moet je dat 100% vanuit je eigen zak doen? Er uh, zijn verschillende opties mogelijk. Wat ik bijvoorbeeld zei net met die uh, ene woning. waarvan ik voor vast verhuur. kan ik dat zeg maar via de bank doen. En dan is de rest is zeg maar. Uh, um, heb ik gewoon als één laten, laten financieren. Maar over het algemeen doen de investeringsbanken doen dit niet financieren. En Dat is echt heel jammer. Wij ja. hebben namelijk 25 plus woningen in de verhuur. We hebben echt goede cijfers. En het wordt gewoon niet gekocht. Bizar, dus dat is terwijl als je het uh, voor langere periode verhuurt. dan uh, doen ze het wel. Ja. ja, en we zeggen van ja, maar het is zo onzeker. Weet je wel, maar dat is het helemaal niet. Want. Het, het zit toch altijd vol. Zelfs door COVID zijn we heel goed uh, heen gekomen. En de woning blijft statistisch gezien ook netter. Omdat ja, je hebt een huurders die komen en, en die gaan bijna alleen maar uit eten of die zijn buiten. Ik heb wekelijks schoonmaken. Ik heb klusjesmannen die er wekelijks doorheen gaan. Tegenover vaste huurders die daar eigenlijk alleen maar zitten. Misschien wel een wietmontage optuigen of whatever, weet je wel. Dus, um het is ook veel moeilijk om dingen aan de woning te doen als je vaste huurders ja. hebt die er een jaar in zitten. Gaat dat maar als een keuken of een badkamer vervangen. Ja, ja, ja vinden ze niet relaxed. Nee. nee, dus dat is jammer. Maar um, om terug te komen op je vraag, je hebt ook uh, tegenwoordig je overwaardenhypotheek. Nou, dat weet iedereen. Overwaarde kan je natuurlijk gewoon gebruiken. Je kan via crowdfunding kan je doen. Uh, privé investeerders kan je het gewoon doen weer bij andere mensen overwaarden ophalen en je kan ook een recreatiewoning hypotheek uh, nemen maar dan moet je wel zo zien die komt naast als je al een koopwoning hebt naast je andere hypotheek komt die. dus je moet hem wel kunnen dragen zeg ja maar. precies kijk wel naar je ja. inkomen en uh, ja. het voordeel van een verhuur hypotheek voor vastgoed is dat ze alleen maar kijken naar het pand ja. in plaats van naar jouw uh, ja. inkomen of ja na ja, nou, de eerste vijf kijk ja. je natuurlijk wel een beetje mee maar daarna dan uh, wordt het een stuk makkelijker ja ja, ja. En wat zijn, wat je ziet bij mensen, belemmerende overtuigingen... waarom ze dit soort dingen niet zouden gaan doen? Waarom ze nou, dat, dat is eigenlijk precies wat ik dus uh, dat is wat ik net zei. Het is niet lucratief. Mm -hmm. Nou, ik zeg, ja, dan vraag ik altijd van... heb je zelf een vakantie? Nee, maar ik heb het van horen zeggen. Ja, dan vraag ik me ook af... ja, hoe zijn hun die een, een godsnaam aan het verhuren, weet je wel? En, want het, het is altijd lucratief... mits jij je marktonderzoek goed op gedaan he, hebt... En, en je koopt met je rekenmachine. Wij hebben een hele rendementstoel die je op de website ook kan vinden... En um, ja, dat, daar trek je gewoon die woning doorheen. En dan ga je ook gewoon, daar gaan we dus ook de uh, geschatte inkomsten in aanbrengen. Tegenover de financiering of andere vaste lasten die je daarin hebt. Ja, en die moet op plus staan. Als die op negatief staat, dan ja. ga ik hem niet kopen. Weet je wel? Dan nee, precies. Dan moet je er überhaupt niet in staan. Nee, dan nee. gaan we door naar de volgende. En, en maar goed, dat doe je waarschijnlijk ook met Toilet. Tuurlijk, ik analyseer ja. per week 100 woningen ja. en dan kijk ik of mijn sommetjes kloppen. Ja. En dan wil ik niet alleen positief draaien, maar ik wil super positief draaien. Ja, ja, ja. Want anders raak ik daar mijn tijd niet op. Absoluut, absoluut. En ik zeg ook uh, teken hem uit op een b Het moet niet meer kunnen zijn, weet je wel. Ik heb Die Excel-sheet is best wel uitgebreid. Eigenlijk vind ik dat altijd uitgebreid. Ik heb echt zoiets van, nou, ik schat, dit komt erin. Ik denk dat ik deze financiering heb. En zo kijk ik naar een woning. Nou, ik doe heel even snel op mijn telefoon checken van, oké, okay. kijk naar de reviews, oké, okay, goede bezettingsgraad, boom. En ja, dit kunnen we wel of niet gaan doen. Um, maar dat is een belemmerende overtuiging van, ja, ik weet niet uh, uh, wat het gaat draaien. Of het is hartstikke veel werk. Dat hoor je ja. ook best wel veel. Nou, Percella heeft tot zes woningen gewoon naast de uh, baan gedaan. En ja, we draaien nu 25 woningen, draait ze met z'n tweeën. Dus dat kan prima, maar je moet wel alles gewoon goed gaan automatiseren. Je moet een goed team gaan bouwen. Je moet zorgen dat uh, um, zeker met rent to rent, als je dat gaat doen, dat je goede taakverdeling maakt, ook met de eigenaar. Want die verdient ook gewoon geld. Maar die moet ook wel zijn verantwoordelijkheid gaan nemen. Dus um, er zijn echt wel mo zijn mogelijkheden zat. Maar dat zijn wel de belemmeronder overtuigingen die je veel hoort. Ja, ja, en daarvoor moet je dus naar mensen die succesvol zijn luisteren. En niet naar mensen die ja. het dus niet goed verhuurd krijgen of geen nou, ervaring ermee hebben. Het, het is niet eens, denk ik dat ze. Uh, het zijn de goed bedoelde adviezen omdat ja. mensen bang zijn dat je nat gaat, dat je een fout gaat maken. Maar ja, dan komen we weer terug bij uh, de bron. Bijvoorbeeld dat ik bij Michael Plushik heb gezegd: Ja, ik maak liever nu een fout dan dat ik over 50 jaar denk van had ik maar. Ja, of ik vind dat ook mooi van uh, Richard dat die hier mooi op tafel ligt. Die zegt, je kan het beste failliet gaan voor je dertigste. Ja. Of uh, nou ja, in jouw geval ja. uh, misschien voor je veertigste. Ja, dan. Ja, ja, maar ja. Uh, veel, veel fast en uh, learn quick. Ja. En dan kan je ook weer doorgaan. Dus wees ook niet bang om dingen te verliezen. Nee, zeker niet. Als je maar wel je sommetjes hebt gedaan, je ja. huiswerk doet. Dat vind ik ja. ook wel een belangrijke. Ja, en bouw je netwerk. En, en ook ga om met gelijkgestemden in dat netwerk. Want dat is ook hetgene uh, uh, wat, wat we proberen te creëren. En wat ons ook heel erg heeft tegengehouden uh, vanaf 2014, denk ik, tot 2017, 2018 en mensen bij ons uit de omgeving onbewust deden die die doen er nog steeds heel weinig mee sommige van mijn vrienden en maar dat is prima weet je wel en sommigen doen het wel en dan zitten we dan over te debatteren en dan ga je samen woningen zoeken en dus je ziet van alles en dan ga je er uitdagen en dan wil je elkaar een beetje overtreffen en ik denk dat je daarvan alleen maar gaat groeien weet je wel en dat je dan echt de, de, juist de leuke dingen gaat gaat vinden dus als jij iets graag wil ga dan eens mensen zoeken die dat ook graag willen en laat misschien je oude ja, oude vrienden, eventjes op dat moment wat minder contact mee. Ga dan ja. die mensen zoeken. Want dan kan je gewoon opschalen. Dat zie ik nu ook in mijn ondernemerschap. Weet je wel, ga ik met andere ondernemers toe. die het liefst al verder zijn als waar ja, ik ben. Ja, juist. En dan kan ik me knijterhard aan optrekken. En uh, ik geef ook, wees kritisch, schiet op me. Weet je wel, en geef me feedback. Want daar word ik alleen maar beter van. Ja, ja, tof. Ja. Ik ben ook benieuwd, uh, je gaf aan van nou, ik vond die woning via Funda. Ja. Hoe kom je aan de koopwoningen en de rent-to-rent -rent woningen? Ja, koopwoningen zoeken wij gewoon via Funda of, of uh, via flyers doen we dat. De, de vakantiewoningen doen we ja. dat. Ja. Ja, je hebt Funda Recreatie, heb je. Uh, maar wat ook gewoon heel erg goed werkt op dit moment, zeker voor de stenenwoningen, is uh, Marktplaats. Daar staan ook gewoon heel veel woningen op. Uh, Huispedia zetten mensen ook nog wel eens een woning. Huispedia op. Staan, er, staan er wat op. Maar ik zeg ook altijd: van, uh, kijk eens een keer op uh, bijvoorbeeld Google, waar die parken zitten. Waar, uh, als je naar een park gaat kijken, en ga er eens een keer heen op zondagmiddag als het lekker weer is. Misschien willen de mensen er wel van af, weet je wel. En er wordt op dit moment nog niet heel veel geflyait. Dus dan ga je daar gewoon je ronde doen. En wellicht loop je tegen iemand aan die van zijn woning af wilt. Dus uh, op die manier doen we dat. En zo doen we het eigenlijk ook met, uh, met Rent to Rent. Ja, ja moet ook dus dus niet van zijn woning af te willen om hem te willen verder. Ja, 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 misschien voor de mensen die niet weten hoe dat rent-to-rent uh, -rent werkt. We hebben, uh, ja, ik, ik moet gaan vertellen, want het is ook een podcast <laughs> natuurlijk. Ik ga ik, uh, altijd van het viser uit. Dat mag. Dan proberen we het <laughs> te ja. vertellen wat je Nee, Maar wil. je hebt dus een vakantiewoning uh, van iemand anders. Uh, die wellicht leeg staat, omdat ze wat ouder zijn of ze hebben geen zin, geen tijd voor, om het te verhuren. Die ga je benaderen. Dan zeg je van hé, hey, ik wil hem of van je vasthuren voor bedrag x. Dus de 500 of uh, wij hebben al 17,50 voor een woning betaald. Dat was wel voor 10 personen. Of je zegt, ik geef je 20, 25, 15%. Whatever, waar je over uitkomt. En dan ga jij eigenlijk alle beheer opzetten. En dan kun uh, ja, je met iemand anders een woning. Kan je het spel leren. Uh, je kan daar uh, naast je baan kan je daar geld mee gaan verdienen. En je zit ook heel erg dicht bij het vuur. Want ja, als je daar eenmaal mee aan de slag gaat, gaan er op een gegeven moment. En dat ging bij Priscilla en bij ons ook zo. ja, kwamen steeds meer mensen naar ons toe. Wij hebben echt een halt erop moeten gooien afgelopen jaar. Want we hadden nu al 100 woningen gehad. Maar we hadden ook zoiets van: nou, we zijn nu tevreden. We hebben twee kleintjes. op een gegeven moment moet je een beetje tijdmanagement gaan doen. En goed is goed. Ja. Dus. Um, maar op die manier doen we dat. Ja, dus dan kun je met iemand anders een woning kun je gewoon geld gaan verdienen. Ja, ja leuk is dat. Ja, ja. Ja. En ook weer je team bouwen, weet je, omdat zelf zo min mogelijk tijd eigenlijk mee uh, aan kwijt zijn. Dat je alleen een beetje het beheer doet. Maar de klusjes doen, doet iemand. De, het wassen doet iemand. Uh, het schoonmaken doet iemand. Dus eigenlijk doe je er zelf zo min mogelijk aan. Ja. Wat is de grootste les, denk je, die je in het ondernemerschap tot nu toe hebt geleerd? Uh, oe, dat een, uh, het zijn er nogal wat. Uh, tegenslagen zijn tijdelijk. Denk ik. Ja. Denk je, je kan heel erg even in de put zitten, maar hou gewoon je doel scherp voor ogen. En al lukt iets niet, probeer er links omheen, probeer er rechts omheen te gaan. Zoom af en toe ook gewoon af en toe ook gewoon even uit als iets niet gaat. Weet je, anders kom je in die negatieve spiraal en ga dan gewoon weer uh, weer door. Maar ze zijn toch altijd tijdelijk. Ja, dat ja, is ook wel een ja. geruststellende gedachte, denk ik, op ja. het moment dat er dan een tegenslag ja, is, ja. dat je er wel weer doorheen komt. Ja, je komt er uiteindelijk kom je er altijd wel weer doorheen. Weet je wel. En de tijd die tikt toch wel door. En je gaat echt wel een manier vinden. Ja. ja, en uiteindelijk win je als je het langs doorgaat, of dat nou in Defensie is, of in ja. de topsport, of in het ja. ondernemerschap of in het vastgoed. Ja, maar dat zeg ik ook altijd. Laatst had ik ook iemand die wilde bij ons in de cursus komen. En die hadden hun overwaren, uh, dat gingen ze volgens mij echt deze week opnemen. En ik moet binnen twee weken een vakantiewoning hebben. Ik zeg, Jezus man, wat een haast. Ik zeg ja, waarom? Ja, omdat ze hun hadden die overwaren opgenomen die teller begon te lopen. Ja, en zo hadden ze de financiële ruimte om... Ja, volgens mij weet ik niet precies. Maar volgens mij, hadden ze, volgens mij konden ze het wel dragen. Maar hun wilden meteen... Uh, ja, dat gehaast. moet meteen 1000 euro per week uitkomen. Ik zeg, ja, ik zeg, het kan. Ik zeg, als je de juiste woning gaat vinden. Ik zeg, maar weet je hoe je dat allemaal moet doen? Ik zeg altijd, pak eerst gewoon even een aantal weken de tijd... om de modules te doorlopen, om de cursus te volgen. Of we geven nu ook een live training, weet je wel, een Van de Valk. Volg die, dan krijg je alle handvaten, kan je gaan zoeken... En ga ook droog trainen. Nou, bij de fans die zeiden we, wat houdt droog trainen in? Bijvoorbeeld, uh, we gingen naar de schietbaan. Dan ga ik schieten. Maar als ik niks te doen had, ging ik mijn houdenwissel oefenen. Blindelings. Zodat ik snel in elke situatie overal ter wereld, in het donker, onder stress... kan ik, Omdat ik droog getraind had, kon ik die houdenwissel gaan doen. Maar dat kan je dus ook met vastgoed doen. Wat jij zei, je gaat op zoek naar woningen. Je gaat honderden woningen doorrekenen. Ja, ook al ben je helemaal niet van plan om die te kopen. Nee. Dat maakt niet uit of we random bezichtigingen ja. doen of... Ja, dus ja. kijk ook in de omgeving, is dit een strategische locatie, et cetera. Ga dat echt doen, maar daar hadden ze allemaal geen tijd voor en moesten allemaal snel. Ik zeg, ja, dan moet je misschien naar zo'n groot park gaan. Ik zeg, dan krijg je 3% rendement. Ik zeg, dan ben je ook helemaal tevreden. Dus ik zeg, nee, dan moet je niet bij ons zijn. Dus um, ja, geen haast hebben. Vastgoed is een marathon, het is geen sprint. En het is ook, denk ik, een lifestyle die je zelf aan gaat meten um, naast wat je al doet. Je hoeft echt niet op te geven wat je al doet. Alleen ja, wij zien wel gewoon, uh, dit is gewoon voor de rest van ons leven. En het is gewoon heel steady, het is heel zeker. En het bouwt gewoon, het bouwt gewoon op. Ja. Ja, en ik denk dat je ook een bepaalde mate van enthousiasme ervoor moet hebben. Dat je, ja. ik ben er sinds ik het heb ontdekt, uh, een beetje besmet met het vastgoed ja, ja, Dus ja. ik denk oh ik vind het superleuk en ik wil er graag mee bezig zijn. Dus ik wil helemaal niet dat ik in twee weken al mijn doel al heb bereikt. Ja. Dat is bijna zonde, want dan, dan ben je er al. Wat ja. ga je dan doen? Ja, ja, ja. ja. Wat zijn jouw doelen nog in het vastgoed? Want je zegt ik blijf hier waarschijnlijk de rest van mijn leven nog mee bezig. Wil je meer woningen of weet je het anders insteken? Ja, ja, wij willen, of tenminste wij gaan. Hè? Wij willen niet, wij gaan. Wij gaan volgend jaar uh, sowieso een hele mooie uh, appartement, het villa willen we gaan kopen in Tenerife. Uh, dus dat is eigenlijk uh, korte termijn zeg maar uh, planning. En daarnaast wil ik eigenlijk in Noord-Holland nog een aantal uh, vakantiewoningen uh, gaan uh, gaan aanschaffen. Dus dat is het uh, uh, op dat gebied. Ja, en we willen ook gewoon lekker met de kinderen gaan genieten. We willen ook bijvoorbeeld in Tenerife willen we van november tot maart zelf gaan zitten. Oh, heerlijk. Ja, ja. en dan in de zomer gaan we verhuren. En dat hebben we nu al uitgerekend Want dan ga je zo gigantisch plussen dat je eigenlijk het rest van het jaar zit je helemaal goed. Ik ken iemand die heeft een Ibiza-woning ja. en die verhuurt hem een maand in de zomer. En daarvan kan ze dan het hele jaar door kan ja. ze de huur betalen. Ja, 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 ja. ja dat, dat kan zeker. Ja. Ja. Dus dat zijn een beetje op dat gebied de doelen. Um, we zijn de cursus, die, die gaan we echt, uh, zijn we aan het opschalen, zeg maar, ook met fysieke trainingsdagen. Dus dat we op die manier uh, mensen nog beter kunnen gaan helpen. En je merkt toch dat je gaandeweg echt heel veel stappen al hebt gemaakt. Zo hadden we, laatst hadden we een project, ja die komt dan ook, hè, onverwachts komt die naar binnen. Konden we in één keer een, een boerderij kopen met um, 280 vierkante meter. Um, um, ja, dat was nu nog paardenstal, zeg maar, en dan konden we daar recreatiewoningen mochten we daarin gaan bouwen en een kantoorpand. Dus dan zou dit kantoor waar we nu zitten, zou we weggaan, zouden we daar gaan zitten. Ja, het ging wel om anderhalf miljoen. Dus uh, ja, die ben ik helemaal gaan doorheen. ik zeg ja, ik ga het doen. Sommetjes klopte. Ik ga nog niks tekenen, sommetjes klopt. Uiteindelijk zijn we een beetje afgehaakt, omdat het op bestemmingsplannen een beetje vastliep. Eh, zeker met de financiering, werd, konden we dit wel financieren, maar ik had allemaal verschillende appartementsrechten uh, nodig op deze woningen. En in dit geval zat er nog maar eentje op. En het was te onzeker nu om dat te gaan doen. En ook omdat ik, ik kon die voorfinanciering, kon ik mijn privé-investeren doen. Die gunden ons dat, zeg maar. Dan kon ik voor 1% die anderhalf miljoen lenen per maand. Uh, dat was ook nou dat, oh, 1% dat kan ze. Ja, leken. dat was wel heel goedkoop. Ja, dat kan bijna niet. Ja, was per maand, dus dat is 12% per jaar. Ja. Maar dat is niet erg, want we zouden een dan... een paar maanden zorgen dat je mag financieren. Ja, doen. precies. Je gaat plat schuiven, je zorgt dat de vorm komt. En dan bel je die taxateur, die trek je als je in die woning... Hup. Ja. Zo hoog mogelijk en dan ren je weer naar de bank toe. En dan uh, probeer je hem uh, door de waarde die je toegevoegd hebt. Hè, hadden we hem denk ik wel, ja, hadden we bijna heel snel binnen drie maanden de privéinstuurder uh, uh, kunnen aflossen, zeg maar. En hadden we hem weer doorgekund. Maar uiteindelijk hebben we dat niet gedaan nu. Ik vond het te onzeker nu ook met die vergunningen. En ik wist ook niet hoe lang dat ging duren. Dus ik wist ook niet. En ik weet ook niet nu op dit moment wat de rente gaat doen, weet je wel. Nee. Dus dan gaan we nu bouwen, bouwen, bouwen. Misschien wordt het wel maart, april 2023. Staat de rente op 7, 8 procent? Weet je niet. Nee, dan wordt de woning eigenlijk ook minder waard. Dan wil je minder bieden. Ja, dus... Uh, yes. En we hebben het goed. En ik moest ook privé best wel wat garant zetten. En we hebben hele goede kaarten op dit moment. Ik zeg, sorry, laten we dan gewoon eventjes uh, even afwachten. En er komen wel weer andere projecten op ons pad. Ja. ja, zeker als je er voor de lange termijn in zit en Absolut. geen haast hebt, dan... Nee. Koop je elke drie maanden een woning of elk half jaar en dan ja. doe je de rest van je leven, dan ja. heb je er zoveel. Ja, ja, ja. Dus dat, daar zijn we op dit moment mee bezig. Toevallig hadden we hier afgelopen vrijdag weer een uh, praktijkdag en er was iemand die op Aruba weer een super gave woning gekocht. En ik heb daar ook een jaar gewoond. Ik dacht van ja. Weet je wel, gunstig, koop, vrijstaand. Je kon er omheen lopen, dicht bij het strand. prijzen daar zijn ook best oké. Okay, prijzen waren best oké. Okay. De zijn wel knetterhoog. Dus je moet echt zelf geld meenemen. Dus zo zijn wij altijd wel aan het kijken. maar het echt het eerstvolgende doel is gewoon een woning in Tenerife. Uh, voor de lange termijn. Ook, Maar waarom ook Tenerife? Ook meteen weer een tip van... Ik kijk altijd naar dubbele seizoenen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Joret de Mar, Salau, weet je wel. Die plekjes in Spanje. Hartstikke mooi. Maar Mallorca, vanaf... Nou, oktober tot maart moet je niet wezen. Dat gebeurt er niet. Nee, dus dan dat moet je ze verdienen tussen april en oktober. En dat kan ook als je som klopt. Alleen ik heb het liefst dat die som XXL klopt. Wat jij ook al zei. Ik ik ja, 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 niet alleen maar positief, nee, maar, moet, maar echt... Ja, super positief. Hij ja. moet echt doorhellen. En dat heb je dus op Tenerife. Waarom? Het is daar altijd lekker weer. Ja, Maar Oostenrijk bijvoorbeeld ook. Dan kun je in de zomer lekker wandelen. In de winter kun je wintersporten. sporten. Ja, of Zuid-Spanje, dat blijft 20 graden ja, in de zomer. Ja. Daar gaan mensen ook nog wel in de winter naartoe. Op ja, Fransie. verbaasde ik me laatst ook over. Ik was uitgenodigd in een uh, televisieshow bij Andy van der Meijden en Melissa van der Meijden. En uh, die hadden daar ook een stulpje. En die, nou, die hebben geholpen ook met het opzetten. Of zijn we nog mee bezig met het opzetten van de verhuur? Dan heb ik ook een beetje marktonderzoek gedaan. Maar uh, Stijn Seemal zit er natuurlijk ook. En die verhuurde ook gewoon het hele jaar door. Maar ik verbaasde me er echt over. Het was daar in de winter ook gewoon supergoed verhuren. Ja. ja. En hun zit echt heel mooi naast een golfbaan, weet je wel. Dan heb je meteen je ideale doelgroep. Kom maar door. Ja. En die, die willen ook best wel wat betalen. En uh, ja, dus op die manier uh, ja, zijn we ook, gewoon, ook uh, gewoon naar het buitenland aan het kijken. Ja, ja gaaf. Ja. En als je zo terugkijkt, uh, niet alleen op het ondernemerschap, maar ook op Defensie. Uh, wat was daar in jouw grootste les geweest? Oeh, in Defensie. Wat daar mijn grootste les is geweest? Uh, ja. Ja, ik ging er fluitend doorheen, maar ik kan me wel voorstellen dat je zelf ergens ook bent tegengekomen. Ja, ik ben mezelf echt wel honderden keer <laughs> ja. tegengekomen. Dat je, en de, maar dat, dat, dat komt ook bij het ondernemen weer tevoorschijn. Als je echt iets graag wilt, zet gewoon door. Ja. Je, ook al zit het tegen, ik heb bestuurders gehad. Maar uiteindelijk heb ik het hoogste haalbaar gehad wat ik, wat ik eigenlijk kon worden. En dat was teamleider binnen de, de Special Forces. Echt een eretitel. Super mooie opdrachten gedaan. Maar ja, wel altijd gewoon, uh, gewoon doorzetten. Ja. 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 En zet ook, uh, sta open voor feedback. Zet je ego aan de kant. Dat is denk ik wel het allerbelangrijkste. Ja. En, en want wat ik daar ook wel, wat ik waar ik vroeger nooit zo van was, en dat is netwerken mijn vorige teamleider, die was de koning van het netwerk. En die zat overal bakkies te doen. En ik zat iets van, weet ik was altijd aan het sporten. Als ik op het kamp was, was, ik lekker even trainen, even pompen en uh, even ontspannen. En hij was overal bakkies aan het doen. Maar als we een keer wat nodig hadden, dan kom Bart, die, die liep ergens langs. Die zat binnen en poep en een scheet, had hij zijn zaakjes op orde en voor elkaar. Dus dat is denk ik ook wel een van de lessen die ik nu meeneem. Van je moet gewoon... Iedereen, je kan van iedereen wel wat leren, weet je wel. Zet gewoon je ego aan de kant. Ook al vind je iemand een, een eikel. Ja, dat, dat maakt niet uit. Je kan nog steeds wel kun je, kun je iets van hem, kan je van hem gaan leren, weet je wel. Dus uh, ja, netwerken, denk ik, en, en doorzetten. Ja. Ja, ja, mooie dingen, denk ik, om mee af te sluiten. Ja, absoluut. Hartstikke bedankt. Ja, jij bedankt. Ja. Hartstikke leuk om uh, hier te ontmoeten. Ja. Ja.